volgende project te gaan binnen dit thema van machtige vogelvlucht. U ziet de afbeelding van Leonardo da Vinci. Een kleine 14.000 stenen moeten daar omgaan als de aorta zijn weg daar naartoe weet te vinden. We zijn onderweg. Romy, kun je ons even vertellen waar hij nu loopt? Hij is gestopt bij de wolk, hij gaat niet verder naar beneden. Dus gaan de bollen daar niet. Maar wat wel gaat hier zo is de voor die lijn. En die loopt nu naar de achterkant, gaat daar het project aantikken, kijk daar. En die gaat nu naar de Da Vinci. En naar het hoofd waar de denkbollen ook uitkwamen. Dus anders waren de bollen daar naartoe gegaan. Nu zorgt de aorta ervoor dat Da Vinci verschijnt. Leonardo Da Vinci, de Homo Universalis. Dat beeld zal zo dadelijk verschijnen. Daar is Da Vinci. Die gaat om. En dan gaan we verder naar de volgende. Naar de Homo Universalis. Het bekende teken. Prachtig. Dat komt nu in beeld. En dit is in ieder geval gelukt, dit project van Da Vinci. We kijken nog eens naar de eieren, de barsten in de eieren en de vogel die goed omhoog vloog. We gaan nu naar de lieve vrouw. Het liefdesverhaal, hier die fototechniek. We gaan in het liefdesverhaal. Dat is ook een enorm project. Is dit niet het grootste project, Robin? Een van de grootste projecten, ja. Met schildertechniek en fototechniek, combinatie. Hoeveel stenen kunnen er omgaan nu? Hier staan zeker 60.000 stenen. 60.000 stenen, die hebben we nodig. We gaan eigenlijk goed op dit moment. De bouwers die staan hier vol enthousiasme te kijken. Iedereen wordt helemaal gek. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij. Ja, kom op, kom op. Dank je wel. De schilderswering van Da Vinci, Luini genaamd, schilderde een mooie vrouw en zij betaalde hem met een liefdesdrank terug. En deze afbeelding is gelukt. Hij gaat door, dit was echt een prachtig moment. Wat ging het vlekkeloos, of niet? Prachtig, ja. En twee technieken, moet je eens kijken hoe mooi dat eruit ziet. Geweldig. En nu gaan we het vliegenfeest. Ik ben heel benieuwd. Wat gebeurt er daar aan het eind? De vliegertjes hangen al klaar. Als we naar het vliegenfeest gaan, dat is een van de spectaculairste momenten van de avond. Laten we hopen dat dat lukt, want kinderen zullen met echt werkende vliegers gaan vliegen. Nou moet de trap oplopen, dat duurt dubbel zo lang. Dus dat kunnen wij niet zien van de achterkant. Ze moeten de trappen op en dat duurt erg lang. Hopelijk niet te lang. Ja, zie je hem? Zie je? Ik zie hem. Daar komt hij aan. Bijna 50.000 stenen zullen er omgaan als dit goed gaat. Vijf kinderen zullen zo dadelijk met vliegers naar beneden gaan als de stenen de trappen opgaan. De eerste trap gaan ze op. Daar ziet u de houten popjes. Daar komt het eerste kindje met een vlieger naar beneden. En het kind valt dan op het strand waar andere kinderen aan het spelen zijn met zijn vlieger. En dan moet er weer een vlak omgaan. Hij raakt hem net niet en de andere kinderen staan nog boven en komen niet naar beneden. Dus is de aorta weer, ja, onze straf inmiddels. Eentje kwam er goed naar beneden en had beneden de afbeelding van het vliegenfeest moeten raken. Dat gebeurde helaas, helaas, het is nog maar eens gezegd, niet. We gaan nu naar de helikopter. We gaan naar de helikopter. De vliegende domino-steen. Precies. Die gaat helemaal in black light staan. Ja. Het wordt ook een prachtige happening. Het wordt, dat gaan we nog niet vertellen. Vlinders, het restproject hier. Kijk eens. Eerst naar vlinders. Er zijn een aantal vlinders neergezet uit de stenen die op het laatste moment over waren. En daar zijn prachtige vlinders van gemaakt. Dus kijken of de verbindingslijn naar de vlinders toe kan gaan. Daar zijn de vlinders en de vlinders gaan. En als dit project helemaal omgaat, komen er weer dik 20.000 stenen bij. En zitten we toch zo rond de miljoen stenen. En zit het wereldrecord er nog in. Het zal er overigens omhangen. De vlinders lijken om te gaan. De beweging is er nog steeds. Nu naar rechts toe en naar de andere vlinders. En die gaan voor de helft om. En dan verder naar de helikopter. Het laatste
project van dit thema. Nog een keer in de herhaling zien we hoe de stenen gaan. Robin, we gaan nu richting de miljoen. Wat denk je? Ja, 1,38. Het ligt op de kritische grens, hè. Of we dat gaan halen. Kijk, wat schitterend dit. Geniet er even van. Zo mooi. Daaronder. Hier prachtig. Lekker uit. Het licht is uitgegaan bij dit project. Een helikopter en boven op de rotobladen van de helikopter staan stenen. En die zullen zigzaggend als een helikopter rond gaan draaien als ze aangestuurd worden. We krijgen dan een fontein van spuitende stenen die ontvlammen. We zien blacklights en fluoriserende dominostenen als de stenen boven komen. Ze zijn aan het lopen op dit moment. Ja, de Aorta komt daar achteraan. En de kopter die is boven blijven steken op een touwtje daar. Maar de Aorta kan het nog gaan redden? De Aorta redt het nog. En de Aorta is ook veel stenen. Daar komt weer wat aan. Spannend. Gaat hij naar de helikopter toe. De Aorta aangestuurd aan de buitenkant van dit thema. De bouwers rond de arena. Waar vindt de Aorta zijn weg naartoe? De levensader van dit project. Die gelukkig nog wel in beweging is. Die gelukkig de stenen nog steeds omgooit. Lang onderweg. Hij gaat er overheen. En nu... Het zijn allemaal stenen die omgaan, die tellen ook mee. Absoluut. Maar komen we weer bij een project, komen we weer in een thema terecht? Of komen we eerst bij de helikopter? Spanning is nauwelijks nog uit te houden. De helikopter is al gevallen, horen we. En nu? We horen nog stenen vallen. En we gaan... Naar de bol die rond gaat draaien, de slinger, een moment van rust.